Twee vingers in de lucht, twee voeten van de vloer. Twee mooie meiden aan mijn zijde en ga woep woep. Wie is hier de fucking baas? Ready to release. Wat houdt dat in? Wat is dat voor project? Het is een traject geweest waarin de deelnemers van Studio 15 verschillende workshops hebben gevolgd, masterclasses. We zijn naar de studio van Brownie Dutch geweest. Ik heb ook een paar masterclasses gegeven. Brownie Dutch gaat het hosten inderdaad. Welkom bij Studio 15, hebben jullie er zin in? Het is een soort showcase, dus we hebben 6 acts die hun muziek gaan laten horen. Die laten horen wat ze aan het doen zijn, waar ze mee bezig zijn. Oké, de eerste act van vanavond die ik aan jullie ga voorstellen is The Girl with the Flowers. Jij bent de openingsact vanavond. Klopt, ja. Hoe vind je dat? Spannend. Ja? ja, zeker. Vooral omdat het wel een eigen nummer is. Ja, dat is het doel van dit project. Oké, en wat voor muziek maak jij? Ja, ik maak vooral hele rustige muziek en het gaat vooral over persoonlijke dingen. Die ik heb meegemaakt en daar gaat het eerste nummer ook over. Het is eigenlijk voor mij een verwerkingsproces geweest en ik ben blij dat ik dat met mensen kan delen. Het begon als een normale dag. Ik wil wel mensen laten weten, zeg maar, van dit is er gebeurd en zo ben ik eruit gekomen. Want ik weet het is gebeurd. Ik laat het los en kijk vooruit. Laat je nog één keer horen voor The Girl with the Flowers. Iris, kunnen ze jouw muziek nog online ergens terugvinden? Ja, dat is wel heel leuk. Binnenkort wordt er een videoclip gemaakt. Dus dat kunnen jullie later allemaal zien op YouTube. En waarschijnlijk, als het kan, komt het op Spotify.